fantastisch. Het is gewoon een aanwinst voor Harderwijk. Echt. Dit hadden ze veel eerder moeten doen. Maar het ziet er fantastisch uit. Ik ben een landschapsontwerper bij de gemeente Harderwijk. En 2 jaar geleden heb ik de opdracht gekregen van onze wethouder Jeroen de Jong, die met het idee kwam om dit gebied een opknapbeurt te geven. En ik mocht daar de pen bij vasthouden. En wat eigenlijk het hele leuke was, dat ik het samen met de inwoners van onze stad mocht doen. En onder andere de schaatsbaan, de IJsclub Volmoed, de hondenvereniging. En met een tal van stakeholders hebben we eigenlijk gedacht, nou, hoe kunnen we dit gebied nou zo mooi mogelijk maken voor Harderwijk. En als ik dan 2 jaar later nu kijk en om me heen kijk, de hekken zijn weg. En ik hoor de mensen eigenlijk lovend zijn over wat hier gebeurd is. En dat ze trots zijn dat Harderwijk het voor elkaar heeft gekregen. Ja, dan ben ik stiekem eigenlijk ook wel heel erg blij dat ik hier onderdeel van mocht zijn. Want ik heb wel de opvatting van een goed plan heeft vele vaders. En ik had het niet kunnen doen zonder de inwoners van onze mooie stad. Dus ik ben eigenlijk een hele trots ontwerper. Ik vind dit echt een aanwinst voor Harderwijk, sowieso de boulevard al. En dat ze dit stuk erbij hebben aangenomen. Je kunt hier heerlijk zitten. En het is gewoon prachtig. Het is gewoon, ik vind gewoon zelf woon ik hier heel dichtbij, achter de vispoort, zeg maar. Ik vind het gewoon een feestje om elke dag hier deze kant op te gaan. Om hier lekker even te wezen, zeg maar. Ja.